10 games, 10 euro. Zo, is net alsof ik op de markt sta. Yo, Nintendo fans, welkom bij een gloednieuwe video. Ik heb hier 10 euro. En wist je dat je voor 10 euro ook gewoon 10 gamepjes kan kopen voor de Nintendo Switch? Of ze goed zijn, geen idee, maar dat gaan we zien in deze en de volgende video's. Deze games heb ik allemaal gevonden in de e-shop. Ze zijn nu nog 1 euro. We gaan eens kijken of hier wat leuks tussen zit. Mijn oog wordt nu al aangetrokken op deze gele kip, hè. Kopen! Hier zijn we een grote vis. Klinkt leuk. En dit is een voetbalspel met voetballers met hele lange dunne benen. Misschien beter dan FIFA? En terwijl ik zit te wachten tot al deze games gedownload zijn, kan jij alvast je duimpje omhoog doen. En niet vergeten te abonneren als je van Nintendo video's houdt. Oh, mijn 3D kipspel is klaar. Let's go. Die gaan we spelen. Kijk deze coole kip. Met zijn zonnebril. What up, coole kip? Oh, er zijn nog twee andere pompekies, maar die moeten we vrijspelen. Maar dit is Tori. En dit is die Tori van Tori. We gaan naar Glamour City. Voor 1 euro loop je hier sterretjes te verzamelen. Yo, what up? Wie ben jij? Ik ga sowieso niet tegen jou aanspringen, jongen. Maar je hebt wel ijs. Je had een ijsje. Ik wou jouw ijsje. Oh, wie ben jij dan? Jij bent... Oh, yo. Oh. Dat was niet de bedoeling. Go, 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 kippie. Let's go. Oh, ik kan ook rennen. Ik kan ook sneller. Ja, als we R ingedrukt houden, gaan we kapot snel. Oh, hier staat het ook. Wee, let's go. Sterretjes verzamelen. Vliegen, double jump, alles. Let's go. Uitkijken voor deze bij. Ik denk dat we al die enemies niet aan mogen raken, want dan zijn wij Kapoenski. Rennen, Kimpy. Let's go. Let's go. Ja, we zijn er bijna. We zijn er. In Glamour City. Oh nee, dit was een checkpoint. Kijk, dit is een big ass ster. Ik wil die ster pakken. Dan wil ik de Mario sterren power-up. Kijk hoe groot deze ster is. Super cool. Let's go, Kimpy. Let's go, Tori. We gaan. Lekker bezig, jongen. Of meisje. Ik weet niet. Misschien is het een meisje. I don't know. Wat gebeurt er als we... Oh, nee. We kunnen gewoon hier overheen rennen. En dan... En dan hier naartoe. Yo. Yo, super sick spelletje voor 1 euro, jongen. Kijk er aan. Nee, Kimpy is dood. Oh nee, nu moet ik weer vanaf hier opnieuw. Arme Kimpy. En dan hierop denk ik maar even voor de zekerheid. Echt, ik ging ook net voor de checkpoint, hè. 1 meter voor de checkpoint was het gewoon klaar. Let's go, Kimpy. Oh, nu wordt het gevaarlijk. Nu wordt het gevaarlijk. Ja, lekker. Ik wil wel nog versnellen, denk ik. Oh, kijk uit voor die bijtjes. Kijk uit voor die bijtjes. Oh, die ster, jongen, daar. Wat? Die ster... die ster kwam ook even om de hoek kijken, hoor. Gaan we hier op. Lekker. Oh, ja, we gaan daar naartoe, blijkbaar. En dan nu springen. Ja, cool. En dan hier naartoe. Yo, maar... Dit is wel sick, hoor. Dit is wel een sick spelletje. Voor 1 euro, hè. Voor 1 euro. Moet niet vergeten dat het maar 1 euro kost. Alleen ik denk, als je 8 keer hier valt, dan ben je klaar. Dan heb je geen zin meer, denk ik. Maar voor nu is het helemaal tompie. Hierop. Ja, lekker. Hierop. Oh, pas op voor de bij. Jeetje, die bijen zijn wel gevaarlijk. Ik ben een beetje bang voor die bijen, jongen. 1 bij en het is klaar, hè. Die bijen vind ik vrij bijzonder. Ik moet er echt mee ophouden met die flauwe grappen. Daar is het einde, daar is het einde. Pak alle sterretjes. Wow, we hebben al alles gepakt. Alles gepakt, maar toch C-rank. Van dit spel heb ik echt hoge verwachtingen. Deze was normaal 17 euro, hè. En nu maar 99 centjes. Crash Drive nummer 3. Blijkbaar is er ook een deel 1 en deel 2. Speel alle tanks vrij om je voertuig nog meer te kunnen pimpen. Gebruik het gaspedaal. Lekker, gebruik de handrem. Lekker, stuur. Ja, dat doen we ook. Gebruik je boost. Lekkere framerate trouwens, jongens. Holy moly. Macaroni. Gebruik de toeter. Perp. Claim 10 objecten. We gaan hier naartoe. Boost in de lucht. Ja, gedaan. Goede landing na een sprong. Dat hadden we blijkbaar niet. Nu wel, denk ik. Top. Toch? Huh? Hoezo was dat geen goede landing na een sprong? Ik heb wel het gevoel dat dit ongeveer 6 frames per seconde is. In plaats van 30, wat het hoort te zijn. Oké, nu hebben we toch wel een goede landing. Ik wou net zeggen, joh. Achterwaartse salto. Serieus? Kunnen die auto's salto's maken? Heel sick. Weehee! Oké. 360 graden draai. Ja, prima joh. Gaan we doen, Marco. Prima. Ja hoor, prima. Ja, lekker. Stunt achter elkaar voor de vermenigvuldiger. Oké, is goed. Zo. En dan... heb ik hem? Ja, blijkbaar. Jongens... Ik vind dit geen sick spel. Eerlijk.
Speelt voor geen meter. Verlaat spel. Zonde van mijn euro. Laten we kijken of deze Legendary 11 game een legendarische voetbalgame is. We hebben Duitsland, Italië, Nederland sowieso. Hoppakee. Tegen wie spelen wij vandaag? Portugal, want daar winnen we nooit van. Misschien nu wel. Oh, wat? Je kan hier een of andere kaart kiezen. En dat geeft een boost aan je team. Dat is grappig. Hup. Holland. Zit er iemand door me heen te praten als ik een liedje wil zingen? Ja, Nederland klopt. Ja, tegen Portugal. Let's go! Wow, oké. Oh, ik schiet die bal... Waar schiet ik die bal überhaupt naartoe? Ik schiet die bal op mijn eigen helft en uit. Ja, dit begint goed. Jeetje, wat een effies voetbal. Al mijn spelers staan bij elkaar daar. Pak de bal af. Pak de bal af. Nee, jongen. Niet de... Ik zeg toch dat we nooit kunnen winnen van Portugal? Hoe kan je sprinten? Kan ik niet... Oh ja, zo kan ik sneller lopen. Let's go. Oh, sprintje. Bal in de ruimte. Ja. Schiet. Oh my gosh. Schiet gewoon, vriend. Ik was toch bijna bij de goal. Oké, we gaan weer. Ja, oeh, bijna 1-2'tje. Ja, lekker afgepakt, jongen. Lekker afgepakt. Oh, speel. En terug. Ja, lekker. Schiet. Waarom pakt mijn eigen speler van elkaar? Mijn eigen speler pakt de bal van mij af. Gelukkig schiet hij hem erin. Maar kijk dan. Dit sloeg helemaal nergens op. Ik wilde gewoon schieten. Daar komt hij. Hier. Paasje terug. Toen wou ik met deze man schieten. En toen pakte mijn eigen speler de bal af. Oké, we gaan beginnen aan de tweede helft. Het staat 1-1. Ik moet geen penalty veroorzaken. Dat gebeurt ook altijd tegen Portugal. Haal die bal weg. Nee, keepertje. Wat doe je nou? Keepertje, hoe duik jij? Deze voorzet, die moet de keeper gewoon hebben. Hij duikt gewoon helemaal verkeerd. Goeie paas. Let's go. Ja, scheids. Even serieus, dat is dikke rode kaart. Oké. Vrije trap. Schiet hem in de kruising, jongen. Oh, ja, deze is goed, denk ik. Oh! De keeper tackelt zijn eigen speler. Nou, ik weet niet wat hier allemaal gebeurt, maar die Alvaro, die is niet normaal. En nu denk ik de voorzet. Een scheids. Deze Portugezen, het is al blessuretijd. Die hadden al 3 rode kaarten moeten hebben. Oké, voorzet. Nee, gaan we gewoon schieten? Oké, we gaan gewoon schieten. Dit wordt de Pierre van Hooijdonk schot, jongens. Knal hem erin, vriend. Oh my gosh. Dat was Hens, scheids. Ja, ik zei toch dat we nooit van Portugezen kunnen winnen. Daar praten we niet meer over, maar het was wel een leuke game. Deze Legendary 11 is het prima waard voor 1 euro. Tori 3D is het ook waard voor 1 euro. Dat is gewoon een goede gamepie. Maar Crash Drive 3, ja, die kan je beter laten liggen. Vond je dit nou een leuke video? Knal die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan gaan we gewoon nog een keer dit doen. Dan gaan we er gewoon 3 andere games die ik nu heb gekocht voor 1 euro gewoon spelen. En dan zie ik je bij de volgende video. Vergeet niet te abonneren. Mazzel!